Kijk, bij mij is het moi, bij Merwin. Ja. Yeah, we zijn hier 7,5 minuten bezig geweest. Top, het is nog steeds niet gelukt, maar we hebben wel leuk veel filmpjes. Yay! Ja? Ja! Terug! Ja! Perfect! Zo, ik ben hier samen met Boris en daar is Elisa. En ja, daar. Ik heb net Boris gefreesteld, hier. Wow! Hier staan Just en Bandona. En die staan samen met een supermooie dekentje. Ik breng Boris terug naar zijn stal. En dan gaan we Verona nog even freestylen. Oh, ik zet Boris in de molen samen met Blondie. En dan mogen ze op de wei. Maar ik moet ze wel nog even opschrijven. Ja, zeg drama. Elisa was ons aan het freestylen. Oh, wow. Zo, Verona is klaar met freestylen. Ze krijgt even een snoepje. En ze negeert ons vol. Oh, de paardjes hebben lekker op de wei gestaan. We gaan ze er nu weer afhalen. Wij hebben TikToks opgenomen. Ja. En we hebben de natuur geholpen. Oh, je ziet haar niet. Jill, die kwam heel blij aanrennen. Als jullie je afvragen waar Tess is, daar. Blondie aan het poetsen. En dan gaan we gewoon naar buiten. Nou, ik ben heel erg blij, want Blondie is minder een teddybeertje en je voelt gewoon weer haar huid. Wauw. Het komt er wel veel af. Nog steeds. Ik zal wel even wat dichterbij gaan, want even alle zooi aan de zijkant schoppen. Daar allemaal plukken. Kijk, kunnen we nog steeds allemaal plukken haar af. Kijk, op haar buik is het meest. Alleen op haar schouders en op de andere kant is het meest handig. De buik is de onderkant, hè? Kijk, dit is de buik, daar. Wat is dit dan? Is dit een maag? Dit zijn er flanken. Oh, je flanken. Dat is niet zo fijn als je daar aan zit. We hebben het stuk langs de weg hier gehad. Dus Tess kan weer opstappen. Op een of andere manier voelt het toch veiliger om gewoon eventjes af te stappen. Of tenminste, zij loopt al het eerste stukje, vijf minuutjes. Ik denk dat het een beetje spannend om daar langs de weg te lopen. Te lopen of erop te zitten? Allebei. Ze vindt het spannend om erop te zitten of er langs te lopen. Dus dan is het gewoon handiger om naast je pony te lopen. De bruggen. De vorige bruggen gingen wel goed. Maar zo meteen heb je hier de Uithofbrug. Ik weet niet eens of die zo heet, maar dan kom je in het Uithofbos. Dus dan zal het wel de Uithofbrug zijn. En Blondie die heeft wel een soort probleempje met bruggen. De Corona heeft een probleempje met buiten. Maar Blondie heeft een probleempje met bruggen. Dat is een heel erg groot probleem. Nou, ik denk dat ik er vaker over moet praten, want dan stapt ze er gewoon op en dan gaat ze gewoon. Ik vind het een van de mooiste plekken, hè? Omdat het echt een bos, dat je het gevoel naar vrijheid geeft. Dus dat is op zich wel een fijn gevoel. En dat zijn dan net vloerkleedjes, een bijzonder schapensoort. Maar ze zijn nu geschoren, dus nu zijn ze naakt. Vandaag een motivational speaker. Ze is alleen maar bezig met Blondie te prijzen als het goed gaat. Blondie is om een of andere reden heel bang voor deze bladen hier. Dat zijn grote bladen. Wat? Hele grote bladen zijn ook gewoon doodeng. Ja, ik weet het. Dus dit zijn de spannendste bladen die er zijn. Maar Tess is, wat ik zeg, een motivational speaker today. Dus die is alleen maar bezig met haar uitleggen dat het allemaal wel lukt en dat het allemaal wel goed komt. Nou, dat ging nog best snel. Nog één minuut volgens mij. Ja, een giraf is ook wel een ding. Ja, die is ook altijd heel spannend. Nou, we waren opeens heel snel terug en toen dachten we gaan toch nog maar iets ontdekken. Dus wij zijn nu op een ander ruitenpad, zijn we nog nooit geweest. Hier is een doolhof. Die had zien, ja vast wel. En we zien wel waar het ruitenpad ons naartoe zal leiden. Andere omweg gemaakt, we zijn bij Barn 47 geweest.
je de buitenbak daar gezien en de paardjes. En toen zijn we gewoon weer teruggegaan. Dus nu. Ja, we waren er opeens. Dus we hebben een soort rondje gereden. Naar de manege. Ja. En dit is voor mij een ontwijkoefening. Het is wel goed om vooral. Kijk, die gaat dan naar rechts. En dan gaan we weer naar links. Dan gaan we weer naar rechts. Zo, het is andersom. Het is naar links. Nou, ja, mijn rechts- en linksgevoel is niet zo goed. Ze luistert gelukkig goed, want anders dan word ik gewoon gebombardeerd zo met al deze beladen. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon mijn hoofd behouden. Maar goed, wij gaan terug naar de manege. Heb je lekker gereden, Tess? Ja, heerlijk. Hier weer de enge paal. Blondie wil altijd rechts langs de paal. Mijn corona, die krijg ik meestal maar links langs de paal, omdat ik het onzin vind. Zo, daar zijn we weer.